Gaat het hier een vraag over de kinderzegen? Sluit je elke vorm van verantwoordelijkheid buiten als je praat over het krijgen van kinderen? Nou, en ik weet dat ik hier een onderwerp, en dat komt ook in het boekje een beetje voor, een onderwerp aansnijdt wat gewoon een moeilijk onderwerp is. En een heel teer onderwerp ook. En we hebben 8 kinderen. En die zien we ook echt als zegen van God. Maar ik weet dat we in deze wereld, dat we in een ontzettend gebroken wereld leven. En waarin dingen die je graag zou willen, hè, ik zou heel graag afhankelijk willen zijn van God, bijvoorbeeld voor het aantal van mijn kinderen, dat dat soms gewoon heel erg moeilijk is. En ik denk dat je daar ook niet echt een wet aan kan maken die voor iedereen geldt. Wat ik wel denk, dat wij in deze tegenwoordige tijd heel erg meegegaan zijn met de wereld, hoe de wereld denkt. Als we denken aan de voorbehoedsmiddelen die heel de kerk aanvaard heeft. En als je denkt aan de planning en aan het nemen van kinderen, dan geloof ik wel dat we daarin toch wel onbewust ook wel meegegaan zijn met de geest van de tijd. En de hoeveelheid kinderen is iets tussen jou en je man en God. En ik denk dat ik kan niet zeggen je moet zoveel kinderen krijgen. Maar wel denk dat het heel goed is om je af te vragen. Wat is mijn motief? Wat is mijn motief om nee te zeggen? Hè? En nogmaals, ik ken vrouwen die, ja, de situatie is zo gebroken dat je denkt, oh, ik ben blij dat er geen ander kind bij komt. En ik ken ook vrouwen die, van wie een kind heel onverwacht, dat je onverwacht zwanger werd. En dat je ziet van die getuigen dat God hun echt geholpen heeft toen ze het heel moeilijk vonden. En ik hoop, wat belangrijk is denk ik dat je motief, is heel belangrijk. Wat is de reden waarom je zegt, ik wil het niet. En is dat een Bijbels, is dat Bijbels op basis van de Bijbel. En daarin, net wat ik zeg, kan ik geen harde dingen zeggen. Van wel of niet hoeveel. Dus ik sluit niet elke vorm van verantwoordelijkheid buiten. Ik denk dat het, je mag ook erover nadenken. Maar net opnieuw. Nadenken, wat is mijn motief? En van daaruit je beslissingen nemen.